Ja, 1-1. We hadden het bij Vlagen best lastig met Willem II. Vond dat ze goed speelden. Ze vingen ons op, wat we ook wel een beetje hadden verwacht. En het was best lastig om er heen te spelen. Had ik van tevoren al gezegd, hoe goed zijn we aan de bal? Soms waren we oké. En soms hadden we het nog wel wat lastig. Dus ja, sowieso doorbouwen. Maar ik denk wel dat we hebben wel vanaf de eerste minuut gespeeld om te winnen. Met een goede energie. En dat is wel de basis om te beginnen. Alleen we hebben niet altijd het verschil voorin kunnen maken. Dus dat is jammer dat het maar één puntje heeft opgeleverd. Welke verbeterpunten heb je gezien? Ja, vooral het aanvalspel in het laatste, de laatste 25, 30 meter van het veld. Vaker in de 16 komen met elkaar. We waren er een aantal keren en uiteindelijk maken we ook daar een hele goede goal uit natuurlijk. Dus dat is wel een verbeterpunt. Tweede verbeterpunt was dat we het lastig hadden met corners. Een aantal keren van Willem II. Ze hadden ook veel lengte, veel fysiek. Dus dat moeten we ook iets beter aanpakken. De commentaren van de fans, supporters, waren lovend. Vooral over het vertoonde spel van Heracles. Alleen heb je gezegd tijdens de persconferentie, het heeft zich nog niet vertaald in klinkende resultaten. Ja, ik ben blij dat in ieder geval dat het publiek ook ziet hoe we erin staan en wat we doen. En dat wel wat onze intenties zijn. Alleen hoop je het ook, en het publiek, maar natuurlijk ook de spelers, te belonen met punten. Want uiteindelijk gaat voetbal daar wel om. Maar daar krijgen we tegen Zwolle weer een kans voor. Dus daar gaan we weer voor. Nou duurt de competitie lang en het is altijd goed om goed te beginnen. 3 wedstrijden, 2 punten. Tevreden? Nee, niet tevreden. Want ik vind wel in de manier hoe we op het veld staan en wat we doen met elkaar, hebben we 3 behoorlijke wedstrijden gespeeld. PSV thuis. Eigenlijk alle 3 de wedstrijden had er misschien wel iets meer in gezeten. Sparta was dan wel oké, maar ook tegen PSV en ook tegen Willem II had het ook net onze kant op kunnen vallen. Dan kan je zeggen, ja, dat is geluk en dat is pech. Maar ik zie het meer in, we moeten nog beter worden om het ook onze kant op te laten slaan. Dus dat is gewoon werk aan de winkel voor ons en daar zijn we hard mee bezig. Zondag na Zwolle, om te voetballen tegen PEC Zwolle. Komen er spelers nog terug van blessures en dergelijke? Ja, Luca is terug. En ook Justin sluit weer aan waarschijnlijk. Dus dat zijn 2 goede krachten voor ons. Ik denk niet dat ze volledig inzetbaar zijn, maar ze zijn wel weer bij de groep. Dus dat is goed om te zien. Soef is er weer wat langer bij, dus die is weer wat... wat meer geacclimatiseerd, zeg maar. Dus ja, de groep wordt groter, er komt meer concurrentie en dat is alleen maar goed. Je hebt ongetwijfeld het strijdplan klaar. Gelukkig wel. Het is vrijdag, dus het is wel goed. Ja. Met welk gevoel wil je nou zondag rond de klok van 6 uur in de bus zitten? Terug van Zwolle naar Almelo? Nou, eigenlijk het allerliefst gewoon met 3 punten. Kijk, ik hou gewoon van voetbal zoals we met elkaar willen. En dus daar kijk je natuurlijk als trainer ook naar. Maar ik besef ook wel dat het gewoon belangrijk is om 3 punten te halen. Dus wat mij betreft hoe dan ook 3 punten. Maar ik hoop wel met de uitvoering zoals we de laatste 3 wedstrijden hebben ingezet.